Via Cultura, over ondernemen en kwetsbaarheid. Als ondernemer is het belangrijk om sterk in je schoenen te staan en overtuigd te zijn van je visie. Je wilt een bijdrage leveren aan de maatschappij. Maar waar begin je? Is kwetsbaarheid in ondernemen een zwakte of juist een kracht? Hoe versterk je elkaar in plaats van elkaar te zien als concurrent? En waarom is dat zo ontzettend belangrijk? Gasten: Zeynep Abrar van Spiritual Diner Club. Laura van der Velden van Mental Health Day. Live muziek: Mila van der Linden. Presentatie en gespreksleiding: Joyce van Zadelhof. Yes, welkom bij deze aflevering van Via Cultura. Het thema van vandaag is ondernemen en kwetsbaarheid. En ik mag dat presenteren. En om maar meteen met de deur in huis te vallen als het gaat over kwetsbaarheid. Ik ben best wel zenuwachtig. Maar ik heb er ook heel erg veel zin in. Want ik heb twee geweldige gasten bij me. En de eerste gast is Laura van der Velden. Laura, je bent toegepast psycholoog, sociaal pedagoog. En jouw quote is: samen maken de wereld een betere plek door te beginnen bij jezelf. Ja, dat klopt. En als startende ondernemer ben je pas begonnen met de Mental Health Day. Ja. Wat houdt dat in? Mental Health Day is een online platform. En dat staat rondom zelfliefde, acceptatie en ontwikkeling. En ik hoop uiteindelijk daarmee trainingen te kunnen geven en informatie te kunnen verspreiden rondom die onderwerpen. Lekker bezig. Daar gaan we straks zeker nog verder op in. Maar eerst zal ik ook even onze andere gast voorstellen. Namelijk Zeynep Abrar. Jij bent allround lief mens. En als klein meisje had je al het motto wereldvrede. Je hebt een passie voor spiritualiteit. En die heb je goed ingezet om de Spiritual Dinner Club op te zetten. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja. Ik ben samen met twee vriendinnen. Organiseren we Spiritual Dinner Club. En we zijn in 2018 begonnen. Wat het eigenlijk inhoudt is, het zijn spirituele diners waarbij we samen met een groep, met een heel programma, gaan dineren. Dus we doen ook een stukje meditatie. We hebben een spel waarbij we vragen over het leven stellen aan elkaar. En dan koppelen we groepjes, koppelen twee mensen samen. En we hebben ook een stukje waarbij we een act hebben. Dus iets creatiefs en we gaan ook samen eten. En soms hebben we ook een lunchversie, dus dan doen we gewoon een lunch in plaats van een diner. Dus eigenlijk een avond gevuld met een hele veel avond. Verschillende facetten. Ja, ons visie is echt om mensen te verbinden. En we doen dit nu met vooral jongeren eigenlijk, maar het is vooral mensen die zich geroepen voelen. We hebben tot nu toe mensen tussen de 20, 30 zo. Dat is wel het gemiddelde eigenlijk. Oké, nice. En wat zijn zoal de reacties die je daar dan op krijgt? Mensen vinden het echt heel waardevol. Ze raken vaak geïnspireerd. Er zijn ook heel veel vriendschappen uit ontstaan. En ook businessen, volgens mij. Ik ben heel veel positiviteit eigenlijk. Ja, cool. Ik ben zelf natuurlijk ook een keertje langs geweest bij de Spiritual Dinner Club, een tijdje geleden. Ja. Zeynep en ik kennen elkaar al wat langer. Laura en ik overigens ook. Ik heb gewoon mijn vriendinnetje uitgenodigd hier. Moet kunnen, toch? Maar ik ben daar natuurlijk een keertje geweest. En wat mij vooral opviel, is dat je skipt gewoon die hele small talk. En dat sprak mij heel erg aan. Ik ben daar niet zo heel erg goed in het wat doe je allemaal in het dagelijks leven en wat is je baan, zeg maar. Ik vind het veel interessanter om te leren over wat mensen hun passie is en hoe ze echt in het leven staan. Dus dat vond ik echt super vet aan de Spiritual Dinner Club. Ja, daar ben je ook echt op de juiste plek. Want we willen ook juist eigenlijk het laagdrempelig maken. Zodat je toch, ook al ken je elkaar niet, dan kan je toch wel kwetsbaar opstellen. En daarom is het ook heel belangrijk dat we een veilige omgeving creëren. Het is altijd in een huiskamersfeer. Dus het voelt echt als je binnenkomt, alsof je thuis bent. En tot nu toe is het ons wel elke keer gelukt. Momenteel gaat het natuurlijk niet door vanwege corona. Mm-hmm. Maar tijdens de eerste golf hebben we eigenlijk voor het eerst online edities gedaan. En dat sloeg echt aan. En
ja, daarna een hele andere sfeer als je het online doet. Het is een hele andere sfeer, maar het is toch ook wel weer bijzonder. Omdat we doen het zeg maar via Zoom. En je hebt ook een breakout room. Ik weet niet of je daar eerder van gehoord hebt. Ja, dat je in soort van kleine groepjes dan onderverdeeld ja, wordt. Ja, dus we beginnen echt als een groep. En dan wanneer we het onderwerp onderdeel de deep talk hebben, dan willen we koppels maken. Maar ja, online, hoe doe je dat? Dus toen kwamen we achter dat de break room bestaat. Dus dan gaat hij willekeurig groepjes maken. Dus dan heb je echt een paar seconden, telt hij af en dan is de groep gesplit. En dan zie je opeens één persoon voor je of twee. En dan ja, ga je met die personen praten. En we hebben ook een vragenlijstje, maar je mag ook daarvan afwijken. En dan wanneer de tijd is, word je weer een soort van teruggezogen in de groep eigenlijk. En dan ga je weer verder, ja. Ja, je gooit mensen niet zomaar in het diepe, ze krijgen wel iets van een vragenlijstje mee. Nee, van tevoren wordt wel afgeteld en dan weet je dat je moet afronden. Ja, en we hebben ook, elke editie is dan ook met een thema. Wat voor soort thema's zijn dat dan? Bijvoorbeeld de laatste fysieke editie heet de Surrender Edition. Dus overgave eigenlijk. Overgave? Ja. Wat houdt dat? Ja. Het lijkt me eigenlijk, het is best wel natuurlijk ja, super breed en iedereen kan daar een beetje voor zichzelf van maken wat dat voor diegene betekent. Maar ja, eigenlijk gewoon jezelf overgeven aan het moment. Dus eigenlijk gewoon loslaten en gewoon in het nu zijn. En er was ook heel iets moois. Bij de dansact was er een vriendin van ons, ze heet Ilidia, en ja, zij ging dansen en zij doet een moderne dans. Maar zij deed het, ze voelde zich van tevoren eigenlijk niet zo lekker in haar vel. Maar ze had zoiets van, weet je wat, ik geef mezelf gewoon over aan de dans en aan het moment. En toen heb ze gewoon eigenlijk iets gefreesteld. En ja, dat sloeg echt aan, want dan dans je vanuit emotie natuurlijk. En dus, ja, ik weet niet, dat klopte gewoon heel erg ook. Ja, ik denk ook dat je dat heel erg aan mensen merkt wanneer ze iets vanuit gevoel doen en vanuit passie. Ja. In plaats van dat het per se een voorbedachte choreografie is of zo. Ja, ja. Om maar even terug te gaan naar het onderwerp. Ik denk dat dat ook heel erg toepasselijk is op de ondernemingen die jullie hebben. Dat zijn volgens mij echt dingen die echt uit jullie passie komen. En dan ben ik wel benieuwd hoe dat bij jou dan is ontstaan eigenlijk. Waar ligt die passie en hoe heb je dit daar uiteindelijk aan kunnen koppelen? Het ontstaan van mental health zelf heeft nog een wat langer verhaal. Dat komt eigenlijk vanuit een schoolopdracht. Oké. Fanatiek. Ja, we moesten in het laatste jaar, nee, in het derde jaar van mijn opleiding, hadden we een vak waar we een evenement moesten ontwerpen en uitvoeren. En toen heb ik samen met een groepje een evenement, een trainingsdag ontworpen, wat we Mental Health Day noemden. Want het was een trainingsdag waarop je aan je mentale welzijn ging werken. Voor MBO's. Voor MAVO. Dat hebben we toen uitgevoerd, dat was een heel groot succes. Toen het jaar daarna hoorden we dat de directeur van die school zo geïnteresseerd was dat hij dat nog een keer wilde. Maar het was superveel werk om dat op te zetten, dus we vroegen er geld voor. En dat vond hij goed, dus toen hebben we het werkelijk gewoon kunnen verkopen. Super vet, dat meteen was, een betaalde opdracht. Dat was echt super cool. Ja. En ik merkte dat ik het heel leuk vond om op die manier te trainen, maar dat de doelgroep niet perfect bij mij paste. Ik had wel moeite ermee en die uitdaging is heel leuk. Maar ik wist dat ik met een net wat oudere doelgroep nog meer eruit kon halen en nog meer voldoening voelde ook. Omdat die net wat leerbaarder zijn vaak. Ik merkte toen ook, kwam ook corona natuurlijk, dus het opnieuw verkopen aan scholen, dat werd hem gewoon niet helemaal. En de partner waarmee ik het deed, een goede vriendin van me, die ging ook een andere weg in. Toen lag het heel lang stil. En toen ben ik gaan kijken naar de statistieken op mijn website. En toen bleek dat er superveel websitebezoekers waren, terwijl de website ruk was. En blijkbaar sloeg de naam Mental Health Day dus aan online. En zochten mensen daarop. Maar ik was vrij zeker dat ze niet vonden op mijn website wat ze zochten. Dus daar ben ik over gaan nadenken. En daar heb ik vanuit mijn passie ook gezocht, weet je, wat wil ik doen? Ik wil trainen. En wat vind ik belangrijk? Ja, zelfliefde, acceptatie, ontwikkeling, durven veranderen. En samen die verandering tot stand brengen. Kleine stapjes, leren ontspannen, leren van jezelf te houden. Dat is wat ik gaaf vind om mensen te leren. Dat is waar ik mee bezig wil zijn. Nou ja, 1 en 1 is 2. Ja. Toen kwam de blog en Mental Health Day, zoals het nu is, tot stand.
En is dat altijd al zo geweest dat je daar interesse in had? Of wanneer is dat zo gegroeid? Ik denk dat dat vooral gegroeid is nadat ik zelf in therapie ben geweest. Vroeger was dat niet echt zo. Ik was een heel stuk onzekerder. Ik heb ook een paar slechtere periodes gehad in mijn leven. En door mijn therapeuten, die heeft me wel heel erg geleerd, ja, dat dat stukje zelfliefde zo belangrijk is. En ik denk dat ik in de therapie zelf dat nog niet echt ervaarde. Maar meer het jaar daarna, dat ik dat steeds meer ben gaan voelen hoe ontzettend belangrijk dat is. En wat voor een verschil het maakt in hoe je bent en hoe je het doet. En dat is iets wat ik iedereen wil geven. Ja, zelfliefde is inderdaad iets wat heel vaak terugkomt op jouw website ook. Ja. Ik vind het ook zo'n mooi woord en ik gun dat ook echt iedereen. Ja. Is dat ook iets wat voor jou nog een speciale betekenis heeft? Zelfliefde? Ja, zeker. Ik had vroeger ook eigenlijk dat ik ja, niet echt van mezelf hield ook. Ik heb nooit geleerd of zo. Ja, wat, hoe hou je nou voor jezelf? Wie leert je dan ook? Ja, ja, wie leert je dat? En ja, als je het een en ander meemaakt, dan is het nog extra, weet je. En ja, toen... ik ben wel altijd iemand die mensen benadert voor dingen. Bijvoorbeeld therapeut of zo. Ik heb zoiets van, ik wil altijd groeien en ik wil, als er iets is, toch wel altijd aan werken. Dus ja, toen kwam ik het woord affirmaties tegen. En in de spirituele wereld hoor je dat best wel vaak. Affirmaties zijn eigenlijk gewoon woordjes of zinnen die je gewoon herhaalt. En dat kan je bijvoorbeeld in de spiegel doen. Bijvoorbeeld, ik hou van mezelf en dat herhalen. En dat tegen jezelf zeggen. Ik dacht eerst, ja, het zal wel. Makkelijk ook. Maar op een of andere manier hielp dat wel. Ik kon echt het woord ook niet uitspreken. Gewoon. Het was heel erg. Het was echt. Ik vond het zo moeilijk, alsof ik mezelf voor de gek hield. Door te zeggen dat ik van mezelf hield. Maar ja, op een gegeven moment deed ik steeds meer dingen voor mezelf. En zei ik het ook vaker. Probeer ik het ook te voelen. En ja, nu kan ik echt 100% zeggen, ik hou van mezelf gewoon. En ja, volledig dat ik het ook echt meen. En ja, ik gun het echt iedereen om van zichzelf te houden eigenlijk. En het is natuurlijk een heel proces hoor. Ik ben echt door heel veel dingen heen gegaan. En ja, ook gewoon psycholoog opgezocht of POH, GGZ, maakt niet uit. Alles, alles wat nodig is, schrijven, toch ontdekken wat je... ja, echt leuk vindt en belangrijk vindt. En ja, zeker ook ja, jezelf omringen met mensen die juist positief uitstraling hebben. De uitstraling die je zelf ook eigenlijk zou willen geven. Dus ja. Ja, ik geloof daar ook wel in. Ja. Dat ja. Positieve energie is gewoon best wel contagious, zeg maar. Mensen nemen dat snel over. Ja. En het is echt heel fijn als je met positieve mensen omringt. En wat jij zegt, daar herken ik ook heel erg, dat het is gewoon... je leert zoveel over jezelf als je door een dal gaat. Mm-hmm. En daarna kom je daar zoveel sterker uit. Ik denk dat we allemaal wel onze portie niet zulke leuke dingen hebben gehad, zeg maar. Of nadere periodes. Maar dat heeft ons wel gemaakt tot wie we nu zijn. Sterke vrouwelijke ondernemers. Super vet, toch? Yeah. Herken jij dat ook? Ja, heel erg. Je grootste verandering en je grootste kracht zit in je kwetsbaarheid. Dat gaat het hier heel mooi over, maar dat is ook gewoon echt zo. En daar sta ik volledig achter. Vanuit je kwetsbaarheid leer je het meeste over jezelf. En leer je ook dat kwetsbaarheid juist de kracht is waarin je kan veranderen. Zonder die kwetsbaarheid is verandering heel moeilijk, want je stelt jezelf niet open. Mm-hmm. En ja, hoe meer je die kwetsbaarheid toelaat, hoe meer je leert dat je daarin alles kan bereiken wat je wil bereiken. En dat hard zijn, dat juist tegenhoudt vaak. Ja, ik weet nog... Toen ik een tienermeisje was, toen dacht ik dat ik alles wist. Wie niet? En daar, in die tijd heb ik ook niet heel erg veel per se geleerd. En ben ik ook niet heel veel gegroeid. Maar als je op een gegeven moment even keihard valt en merkt dat je eigenlijk nog superveel te leren hebt, dan maak je de meeste progressie. Ja, inderdaad. Ja. Vet. Ik ben zo blij met jullie hier. Ik ga heel even kijken waar ik het nog meer met jullie over wil hebben. Oh ja, natuurlijk. Jullie hebben allebei, naast jullie projecten en onderneming... Mag, kan ik het een onderneming noemen? De Spiritual Dinner Club? Ja? Vet, oké. Okay. Jullie hebben allebei naast jullie onderneming ook nog een andere baan. Want ja, als je startende ondernemer bent,
kan je daar nog niet helemaal van rondkomen. Nee, of helemaal niet. Of helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik kon nog niet zoveel binnen. Oh, ik dacht niet. Dat je al best wel lekker aan het bouwen was. Dat wel. Oh, maar hoe werkt dat met jouw werk ernaast is best wel ook gerelateerd aan in ieder geval psychologische dingen, ja, en met mensen werken. Enigszins wel, ja. Ja, ik werk op woongroep. Ik doe woongroepbegeleiding voor LVB, jeugd en kinderen. En dat doe ik als flexwerker, dus ik werk op verschillende groepen, dag en nacht, alles door elkaar. En de dingen die je daar dan tegenkomt, verwerk je dat dan ook weer in je onderneming? Is dat niet zo direct met elkaar verbonden? Nee, ja, je zou er wel sommige raakvlakken kunnen zien. Wat ik heel erg op mijn werk heb geleerd, is om met weerstand om te gaan. Zeker jongeren die kunnen heel erg in de weerstand zitten, kunnen heel erg grof doen en iets niet willen. En op een tactische, rustige manier daarmee omgaan is heel leerzaam en kan je ook in trainingen wel gebruiken. Want in trainingen kan je ook mensen hebben die zeggen, nou, daar heb ik geen zin in, of die gaan niet mee met de dingen die jij verzonnen hebt. Dus enigszins daar wel, maar de jeugd waarmee ik werk is niet de doelgroep die ik voor ogen heb om later voor te gaan trainen. Dus in dat opzicht is niet helemaal te vergelijken. Maar het is zeker wel een leerzaam en leuk beroep nu. Ja, je kan er in ieder geval veel van leren. Ook al zit er veel weerstand. Ik denk dat, ja, dat ook wel, hoe extremer je het opzoekt, hoe meer ervan leert. Meer ervan leert en ook, ja, het brengt ook heel veel, hoe zeg ik dat? Ik ben het woord even kwijt. Voldoening. Ah, ja. Het is leuk om te zien wanneer je wel vooruitgang maakt met die jongeren, of wanneer ze opeens wel kwetsbaar naar jou toe komen. Dat vind ik heel leuk in het werk. Ja, dat is natuurlijk ook, denk ik, de grote link met wat je nu gaat doen met Mental Health Days. Echt, ja, mensen, ja, een stapje verder helpen. Die veilige omgeving creëren, dat doe ik voor de jongeren ook. En, ja, je ziet, dat is mooi om te zien wanneer dat echt lukt. Mm-hmm. Heel mooi. Ik ga straks heel erg graag verder in op wat jij nog doet voor je werk. Maar eerst gaan we naar een heel mooi liedje luisteren van Mila. Spannend. Mila, welk liedje ga je voor ons spelen? Ik ga nu No Scrubs doen van TLC. Yes. Oké. Okay. Ga je gang.
Ik vind het zo leuk. Ja, jullie weten het misschien, maar ik ken Mila van de middelbare school. Een tijdje terug, inderdaad. En jij zat toen bij mijn zusje in de klas en we kwamen elkaar wel eens tegen op de gang. En toen wist ik nog niet dat je zo goed kon zingen. Maar ik vind het echt superleuk dat je nu hier bent en je muzikale talent met ons deelt. Ik vind het superspannend, maar het kunt wel. Ja, Mila, hoe vaak heb je dat al gedaan? Nul keer. Zo teken is je al mee. Nee, je doet het supergoed. Ik kijk nu al uit naar je volgende liedje. Nou, wij gaan weer terug naar ons gesprek. Want wij waren bij jou, Zeynep. Ja. Ik wil heel erg graag meer weten over het werk wat jij doet. Want jij werkt eigenlijk, net zoals Laura, ook in de zorg. Ja. Met mensen, allemaal zorgmensen hier. Wat doe je ongeveer? Ja, ik ben verzorgende in een verpleeghuis. En ja, dat is gewoon eigenlijk mijn fulltime job. Het is een afdeling met een somatische afdeling. Dat betekent gewoon dus vooral eigenlijk lichamelijke aandoeningen. Dus bijna iedereen is ook rolstoelafhankelijk. Dus ja, dat kan best wel pittig zijn. Vooral nu, maar het is de tijd gewoon even rustig geweest. En nu begint het weer een beetje op te lopen. Maar ja, je doet het. Het zorg zit in mijn hart. En het is op zich wel te doen. Het is vooral balans. Want soms vind ik het heel moeilijk om met al mijn ambities ook nog eens te combineren met mijn werk. Ja. Omdat mijn werk gewoon veel van me kost. Maar dan merk ik weer van, het is echt balans. Het is echt balans. En ik probeer ook een beetje te kijken wat ik in mijn werk misschien anders zou kunnen doen. Zodat ik het met mijn andere onderneming wel kan... Het is lastig soms om die balans daarin te vinden. Ik herken dat ook heel erg. Toen ik begon met mijn onderneming, ik had allemaal bijbaantjes die ik aan het jongleren was. En dan in mijn pauze moest ik even snel een video editen voor mijn onderneming. Ja, dat is gewoon eigenlijk niet te doen, maar dat is wel hoe je iets opbouwt, denk ik. Ja, dat is zeker waar. Ja, de Swiss Dinner Club begon ook echt vanuit een echte huiskamer. Dus het was... slogan of zo is ook always have faith in yourself. Ik heb daar ook een tattoo van. Dus dat is gewoon heel belangrijk voor mij, omdat ik vroeger natuurlijk nooit in mezelf geloofde. En nu juist wel. Ik heb soms mijn struggles, maar ja, ik weet tenminste hoe ik mezelf weer terug op die plek kan bevinden. En... dus ik hoop ook gewoon, ook via de Spiritual Dinner Club natuurlijk, dat ik heel veel mensen kan inspireren om juist in zichzelf te geloven. Want Spiritual Dinner Club begon ook maar met een idee, begon ook maar in een huiskamer. En vanuit daar is het dan gewoon eigenlijk opgebouwd. En juist omdat wij zoiets hadden, dat we de potentie erin zagen. Want we hielden zelf als Spiritual Dinners gewoon echt onder vrienden. En gingen we om en om bij elkaar thuis, gingen we voetkoken, boeken bespreken en mediteren. En ja, dat vonden we gewoon zo waardevol. We kregen zoveel energie ervan, dat ik echt dacht van, hè, wacht eens even. Oh, ja, ik wil dat gewoon met anderen delen. En ook dat stukje met energie krijgen is, als je niks naast je werk doet, tenminste als je werk energie... ik wil wel zeggen zuigt, maar tegelijkertijd geeft je ook wel energie. Maar even, als het even, jullie snappen wat ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt, dan is zeker. Het slim om zeg maar ernaast iets te doen wat je juist energie geeft. Mm-hmm. En ja, dat helpt ook eigenlijk met de balans. Alleen ik moet een beetje uitkijken met dat ik niet te veel doe, want ja, ik heb gewoon zoveel ambities, dat is niet normaal. Ja, maar als je ook fulltime werkt en dan daarnaast een onderneming opbouwen. Ja, en ik doe ook dan nog gewoon 1,5 uur per week. Nu gaat het dan even niet door. Geef ik ook les aan kinderen. Dus Een hele volle planning. Kookles aan kinderen? Sorry? Je geeft kookles aan kinderen? Groep 5. Oh, vet leuk. Ja, dat is ook gewoon iets wat ik altijd heb willen doen. Ik heb altijd met kinderen willen werken. En ik heb een passie voor koken. En toen ik eigenlijk achterkwam dat dit gewoon mogelijk was. Ik heb natuurlijk ook geen docentenachtergrond of zo. Dus ik dacht, ja, dat gaat mij nooit lukken. Maar... dus wel. Ja, echt van het hart. Het is gewoon via een organisatie. En die heeft gewoon, hoe zeg je dat? Externe vakken die juist op talentontwikkeling zijn gebaseerd. En daar zat dus een kookles bij. En
Ja. Ja, ik wil graag nog even terugkomen op wat je net zei. Want jouw quote is always have faith in yourself. Maar dat is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Mm-hmm. En ik denk dat dat voor jou ook misschien niet de hele makkelijke weg is geweest. Maar ik ben wel benieuwd, hoe is dat jou uiteindelijk gelukt? Want je zegt dat je mensen graag wil inspireren daarmee en helpen. Het is wel, ik vind het wel fijn om dan te weten, hoe heb jij dat gedaan? Ja, dat is... even kijken. Ja, ik ben vooral eigenlijk gewoon... Ik heb natuurlijk gesprek gehad met therapeuten en zo. Want dat had ik gewoon nodig om toch wel je verhaal te kunnen delen. En ook gewoon iemand anders te hebben die ook vanuit een ander perspectief naar je kijkt. Dat heeft mij wel een beetje geholpen om ook bepaalde confrontaties bijvoorbeeld aan te gaan. En ook gesprekken met mezelf te voeren. Dus ja, eigenlijk dat ook. Gewoon schrijven, jezelf vragen stellen, met anderen gesprekken voeren. Uitzoeken wat zijn je kwaliteiten, wat zijn je eigenschappen. Eigenlijk jezelf gewoon helemaal, ja, helemaal uitpluizen, weet je. Ja. En, maar sommige gedeeltes zijn ook gewoon best wel eng, denk ik. Ja, het is een confronterend eigenlijk om ook bepaalde dingen over jezelf te ontdekken die je misschien een beetje verborgen hield of zo, een beetje weg had geschoven. Maar meer dingetjes doen met mijn passies bijvoorbeeld. Ja, dingen waar je energie van krijgt. Ja, dingen waar je energie van krijgt dus. Boeken lezen hielp me ook. En... ja, vooral eigenlijk helen, denk ik ook. Dus, hoe leg je dat uit? Want ik denk dat iedereen op een bepaald moment op zijn leven eigenlijk best wel veel bagage met zich heeft. En nou kan het een klein dingetje zijn natuurlijk, maar het kan ook iets groots zijn. En op een gegeven moment kom je tot het punt dat je gewoon het om wil draaien. Dus ik denk een soort... keerpunt in je leven en dan wil je richting heling. En als jij jezelf goed kent, als jij jezelf hebt leren kennen, dan en je hebt de juiste tools, dan kan jij jezelf helen. Het klinkt zo vaag als ik het zo zeg, maar je kan over die struggles heen komen, als het ware. Ja, je leert jezelf eigenlijk veerkracht geven ook en zelfvertrouwen die je opbouwt. En ja, dat begint gewoon puur bij jezelf geloven. En bij mij, echt als het gaat om mijn dromen, mijn keerpunt was dan met een vriend die heeft best wel een zware story, zeg maar. En zijn motto is om anderen te in zichzelf te laten geloven ook. Maar dat ze ook vanuit een traumatische ervaring, dus vanuit iets negatiefs, iets positiefs kunnen creëren. En ook het stukje veerkracht. En hij spreekt dus ook daarover. En toen ik zijn verhaal had gehoord, over verlies van zijn moeder en broertjes op een traumatische manier. En dat hij eigenlijk zo'n positief persoon is geworden. En al zijn dromen is nagaan, dacht ik echt van, ik moet stoppen met die smoesjes. Ik moet stoppen met mezelf misgunnen eigenlijk. En waarom zou ik het niet kunnen als iemand met zo'n bagage het kan? Ik bedoel, misschien dat mijn bagage me eigenlijk een beetje achterhield of zo. En ja, toen had ik echt een soort knop omgezet van, ik geloof in mezelf, weet je. Ik kan dit. Er is geen obstakel. En sinds dan ik eigenlijk dat in mijn hoofd heb van, er is geen obstakel, ja, durf ik echt alles aan, zeg maar. Ook dit. ik vind het zo erg. Maar ja, weet je, dus ja, heel mooi dat je daar... En vooral echt dat gedachte, omdat ik zat heel erg in negatief altijd, omdraaien naar positief. En dat is niet makkelijk, echt niet, maar het is constante oefening. Gewoon doen. Niet alleen denken, want in denken blijf je soort van in een soort hangen eigenlijk. Blijf je gewoon hangen. Ja, ik denk dat wat jij omschrijft, of jouw leerproces, dat ook best wel misschien te vergelijken is met Mental Health Day. Oh.
Of denk je dat dat nog te ver gezocht is? Ja, wat Mental Health Day uiteindelijk om gaat, is een stukje lichter. Ah. Ik vind het wel super ik vind het heel interessant, maar niet op een denigrerende manier of zo, want ik hou gewoon van het menselijk brein, hoe het werkt en mensen helpen en problemen uitpluizen en daarin groei zien, dat vind ik geweldig. Mm-hmm. Maar waar Mental Health uiteindelijk om gaat draaien, is meer om het stukje stress, de dagelijkse sleur doorbreken, een pauze inlassen en mensen kleine tools geven om die eerste problemen, de eerste signalen te verhelpen en door te kunnen gaan. Mm. En een stukje pauze en ontspanning geven en leren hoe ze dat zichzelf moeten geven. Al heb ik ook heel erg interesse om in de coaching verder te gaan. En in één-op-één coaching kan je natuurlijk wel die diepere laag opzoeken. Ja, wat ik ook heel eerst leuk vind. Ja, de trainingen die ik graag binnenkort wil gaan geven, die gaan niet zo diep. Die gaan wat meer op bovenniveau zitten, wat meer om de dagelijkse stress, de dagelijkse problemen, kleine gedachten die tegenwerken en mensen een mentale welzijnsdag geven, een mental health day geven, waarin ze ontspannen, zichzelf een beetje verwennen en leren waarom ze die ontspanning nodig hebben en hoe ze dat zelf thuis kunnen bereiken. Ja, dus ze nemen het wel echt mee naar huis, zeg maar. Ja, nee, het is een training waarin je leert hoe je daarmee om moet gaan, tools krijgt om er thuis mee om te gaan en een dag waarop je ontspant en jezelf ook een beetje laat verwennen in de trant van meditatie, maar ook lekker eten, een stukje ontspanning en leren, die combinatie. Ja, ik denk dat we dat allemaal wel zouden kunnen gebruiken. Ja, dat selfcare helpt me ook echt doorheen, hoor. Dat is echt leren om echt voor jezelf te zorgen. Ja. Hoe je dat doet, dat is zo'n verandering geweest ook voor mij, ja. Ja, ja. Hoe heb jij dat voor jezelf dan geleerd? Want ik vind het echt heel lastig om even rust te nemen, want ik vind zoveel dingen leuk en ik pak alles aan. Ik heb hier ook in een opbelling ja op gezegd. En ik vind het heel leuk dat ik hier ben. Maar wel, soms denk ik echt van, oh, zeg nou een keer nee. Of neem nou een keer een dag rust of zo. Dat is zeker belangrijk. Ja, maar hoe, als je nou even een kleine spoedcursus moet geven. Spoedcursus, oké. En dan op nee zeggen of op die selfcare? Kiezen. Oké, kies jij maar. Wat je eerst zei op die selfcare, hoe ik dat eigenlijk met de harde hand als het ware geleerd heb, dat was een van de eerste opdrachten die mijn therapeute mij toen gegeven heeft, is maak een lijst met zoveel mogelijk dingen die je altijd kan doen vanuit je huis, die je leuk vindt, waar je rustig van wordt, waar je blij van wordt. En echt alles wat je kan verzinnen, wat altijd kan, vanuit je eigen huis. Dus naar de dierentuin gaan is superleuk, maar tickets zijn duur en het regent, dus die past er niet op. Okay. Maar toen de tijd, ik heb hem nog steeds namelijk, had ik nagellakken erop gezet. Ik had in bad gaan, ik had een bad, nu niet meer helaas, maar ik had een bad en in bad gaan vond ik heel lekker. Een boekje lezen, tekenen vond ik leuk. Ik had een heel aantal dingen erop gezet. Mm-hmm. En vervolgens had ik daarbij de opdracht om minimaal één ding elke dag van die lijst te doen. En ga je daar maar gewoon wekenlang aan houden. En het is heel simpel soms. Van bijvoorbeeld douchen en daarna mijn haar feunen. En als ik mijn haar feun, dan steek ik er tijd in. En dan zit het mooi. En dan de volgende dag denk ik, oh, zit mijn haar mooi. En dan voelde ik me weer beter. Ik wist dat dat zo werkte. Maar ja, dat doe je niet als je je kut voelt. Maar om als opdracht je haar te feunen. En de volgende dag te denken, oh, zit mijn haar mooi. Daardoor voelde je je toch alweer een beetje beter. En toch wel een beetje happy. En door structureel elke dag iets van dat lijstje te doen, is het bij mij heel erg ingekomen om, zeker als ik een paar dagen heel druk ben geweest, iets van dat lijstje te doen en me daardoor goed te voelen. Het klinkt zo simpel, maar het voelt voor mij nu al best wel als heel iets wat heel tijdintensief is. En dan denk ik, maar ik heb daar gewoon niet. Ik heb zoveel dingen die ik moet doen, dus dan voelt het niet goed om even rustig te gaan zitten en een bad te nemen of zo. Nou, is het maar 10 minuten. Ik heb toen in mijn zware periode, toen koos ik heel vaak voor tekenen. En ik heb avonden gehad dat mijn vriend me echt heeft op moeten bellen en zeggen, en nu ga jij een bloemetje tekenen. En dan ik 10 keer nee zei en uiteindelijk zeg ik ja. En toen heb ik een bloemetje getekend. En verdomd, na het tekenen van mijn bloemetje voel ik me inderdaad ietsjes beter. En het is super stom dat het werkte. Maar dat kost maar 10 minuutjes. En ja, het werkte wel. Ook al is het maar 10 minuutjes selfcare, 10 minuutjes voor jezelf. En 10 minuutjes niet in je eigen hoofd zitten. Ja. En dit is iets wat jij ook al had geleerd, Zeynep? Wat jij ook echt toepast? Ja, het is echt van het laatste jaar dat ik echt precies letterlijk dat aan het doen ben. Bloemetjes tekenen. Bloemetjes tekenen, ik ben ook een beetje dat is jou, geloof ik. En ik vind zulke dingen ook echt heel moeilijk. Discipline is echt, hoor.
Maar het hielp, wat bij mij hielp, en misschien een tip voor jou ook, om het echt in te plannen in je agenda. Maak er iets officieels van. Ja. Want ik had ook altijd zoiets van, dat ik wel nee wilde zeggen tegen een afspraak, maar toch uiteindelijk ja zei. En nu is het gewoon nee. Nu is het gewoon nee. En ja, dus dan plan ik het gewoon in mijn agenda. Me-time schrijf ik gewoon op of wat ik wil doen. En dat is dan heilig, zeg maar. Dat blijf ik vanaf. Als iemand dan vraagt van, wil je wat doen? En dan is het in mijn hoofd van, nee, eigenlijk niet. En dan, ik heb een afspraak. Het is ook een afspraak met jezelf. Waarom zou je, ja. Dat is echt supergoed, ja. Ja. En tuurlijk, in het begin heb je misschien een beetje schuldgevoel. Maar eigenlijk, dat moet je gewoon loslaten. Dus, Dit voelt wel als iets wat voor mij nog heel ver weg ligt. Maar ik vind het heel knap dat jullie dit al... Aan het begin met kleine stapjes. Gewoon iets wat voor jou prettig voelt. En wat zij zei, zou je voor je willen een boek lezen? Nou, begin met 4 bladzijden of zo. Dat is misschien dat je denkt van, 4, dat is toch weinig? Maar dan voelt het wel alsof het laagdrempelig is. Dan ga je het wel doen. En na die 4 bladzijden kan je altijd zelf kijken, wil ik meer lezen of niet? Ja, dat is ook maar dan zo. Heb je even een positief momentje gehad, inderdaad. En dan is het makkelijker om de volgende keer door te pakken. Want als jij dan een negatief moment hebt, omdat je iets groots hebt opgepakt. En eigenlijk, je weet al van tevoren dat je dat niet gaat redden. Heb je weer een negatief momentje. Omdat je, ik ga het niet zeggen. Ik wou zeggen dat je gefaald hebt, maar dat is helemaal nee. Oh nee, verboden woord. Verboden woord. Nee, maar dan heb je een negatief moment. Dus ja... Ja, begin klein vooral inderdaad. Of als je 1 keer per dag overweldigend vindt, begin met 1 keer per week voor jezelf een moment. Dat je bijvoorbeeld weet dat je zondags altijd weinig te doen hebt, maak zondag een uurtje of een kwartiertje tijd voor jezelf. Iets wat je leuk vindt, iets wat je weet dat je wil beginnen, een project waar je zin in hebt. Iets voor jezelf. Ja, ik zal er vanavond in mijn bed eens goed over nadenken. Ja, ik denk... En jij bent iemand die ook natuurlijk, je zei dat je natuurlijk druk hebt en veel doet en zo. Ik weet niet hoe jij reist, maar ik vind bijvoorbeeld de OV ook echt ideaal, van metro of zo of trein, om gewoon iets kleins te doen of een lijstje te maken of weet ik veel wat. Dan heb je dat al klaarstaan. Voor... Ja, dat klopt. Ja, wat ik super fijn vind als ik aan het reizen ben, is muziek luisteren. Oh, ja. En dat gaan we nu ook doen. Sorry, ik ga echt een stuk om mezelf. Mila, wat heb jij voor een mooi nummer weer voor ons? Ik heb nu She van Dodie, is een Engelse singer-songwriter. Super mooi nummer. Let's go. Am I allowed to look at her like? Could it be wrong when she's just so nice to look at? And she smells like lemongrass in sleep. She tastes like apple juice and peach. Oh, you would find her. Everything to me, oh. I never tell, no, I never say a word. And though it aches, but it feels oddly good to hurt. And she smells like lemongrass and sleep. She tastes like apple juice and peach. Oh, you would find her in a Polaroid picture. And she means everything to me. Oh.
she's next to me, we could not be more far apart. And she tastes like birthday cake and story time and food. But to her, I tasted nothing at all. And she smells like lemongrass and sleep. She tastes like apple juice and peach. Oh, you would find her in a Polaroid picture. And she, he means everything to me. He, super mooi gedaan weer. Thanks. Echt mooi. Ik was benieuwd, wil jij iets delen over jouw kwetsbare hobby? Genaamd TikTok. Oh, de kwetsbare hobby TikTok. Ja hoor. Ik ben in afgelopen juni begonnen met gewoon random filmpjes maken voor de lol. En dat was eigenlijk omdat ik toen mijn haar in heel veel kleurtjes had geverfd. Elke week ongeveer een andere kleur. En toen had ik dat een beetje gedaan en ja, dat heb ik doorgezet. En toen heb ik een paar volgers gekregen of opgebouwd, hoe je dat noemt. Een paar? Ik heb nu 41.000. Zo, een paar, ja. Ja, en dat is puur gewoon voor de grap. En mezelf, ja, voor schut zetten. Een soort van, wel op een goede manier. Op een leuke manier. Ja, je zegt het wel met een lach, maar ik bedoel, internet is wel een plek als je jezelf daarvoor schut zet, krijg je daar ook wel reacties op? Ja, ik heb wel enkele haatreacties al gekregen en daar probeer ik dan wel een soort van op in te gaan. Ik had één keer dus gekregen van een echte meisje van 8 of zo, van dat ik niet echt slank ben. En daar had ik dan wel echt een video aangeweid van ten eerste, het is jouw recht niet en ten tweede, waarom zou je dat plaatsen onder andere mensen? En niet per se dat het voor mij schadelijk is, maar ik vind het meer schadelijk voor alle andere jongere kinderen die dat dus ook zien, dat ik al zeg maar er wordt van ja, beschuldigd om zeg maar niet slank genoeg te zijn. Dus daar maak ik dan wel punten over van ja, maar dit kan echt niet, jongens. Ja, wel echt heel mooi dat je dat bespreekbaar maakt. Ja. Ik vind het heel mooi als mensen zeg maar heel veel volgers hebben en nog mooier als ze dat dan ook inzetten voor iets goeds. Ja, vind ik wel belangrijk. Omdat ik er vroeger zelf ook over heb meegeworsteld met gewicht en zo en dingen. Dus dan vind ik het wel belangrijk om van die jonge kinderen, want er zitten gewoon heel veel jonge kinderen op die app. Mijn volgers zijn meestal tussen de 8 en 16 jaar of zo. Dat is gewoon super jong. Ja. En die worden dan al een soort van geïndoctrineerd in van hoe hun eruit moeten zien. Het is gewoon niet oké. Dus ja. Helemaal mee eens. Super mooi. Ik kijk al uit naar het volgende nummer en dan kan ik je weer een vraag stellen. Ja. Jee. Ik wil er eigenlijk wel met jullie over doorgaan, als het oké is. Ja hoor. Want ik denk dat ze wel iets heel waardevols zegt eigenlijk. Kijk, in je leven krijg je te maken met mensen die gewoon niet echt hele aardige dingen over je zeggen. En ik denk dat als je onderneemt, dat je dat soort mensen ook wel tegenkomt. Die er gewoon niet in vertrouwen of die, laten we het erop houden dat ze er niet in vertrouwen. Hoe is dat voor jullie herkenbaar en hoe gaan jullie daarmee om, Laura? Nee, ik ben nog maar net begonnen natuurlijk. En de mensen die ik erover vertel, die zijn wel enthousiast. Ik ga over het algemeen ze vragen zich wel eens af van ja, wanneer ga je nou daadwerkelijk geld ermee verdienen dan? Of ja. Ik heb een aantal blogs online gezet en van ja, leuk dat je die schrijft, maar krijg je daar nou wat voor? Nee, niet echt. Dat is het opbouwen. Maar omdat ik net begonnen ben, zijn mensen nog best wel positief erover. Dan weet ik wel, mijn vriend, die is al een hele lange tijd bezig. En die doet heel erg zijn best ervoor. En ik merk wel dat mensen in hem wel veel vertrouwen verloren zijn. En daar zit hij wel heel erg mee. Dat doet hem wel zeer. En dat is logisch. Dat iedereen die je idee vertelt, een paar jaar geleden vond ze het geweldig. En nu die eindelijk in de buurt komt. Maar omdat het voor hem wat langer duurt, is hij alle vertrouwen en alle support erin verloren van veel van zijn omgeving. Ja, want jouw vriend is ook ondernemer. Ja. Die is ook een onderneming aan het starten. Ja, inderdaad. In hetzelfde vlak ook? Beetje wel, ja. Want jullie hebben dezelfde opleiding gedaan, toch? Ja, ja ik ken haar vriend ook. Een grote vriendenclub dit. Ja, oké. Ja, inderdaad. En hij is bezig met het ontwerpen van een online cursus rondom tijdsmanagement.
Heeft daarin wat tegenslagen gehad, waardoor het lang duurde. Maar staat nu op punt om het online te gaan zetten. En ik denk dat binnen een paar maanden de eerste sales binnen gaan komen. Waar ik heel erg excited over ben. Maar zoals ik net zei, heel veel van de omgeving zie je dat het support en vertrouwen verliest omdat het te lang duurt. En mensen zien het dan niet. Ja, hebben jullie wel een beetje een omgeving met andere ondernemers? Ja, jij en nog een aantal van buiten onze vrienden. Nee, ja. We hebben inderdaad steeds meer komen wel in een soort van vriendengroep waarbij iedereen ondernemend is. En op wat voor manier dan ook. Het trekt elkaar een beetje aan. Hè? Ja, het trekt ik merk echt dat aan. Bij mezelf echt. Ik ga bijna niet meer om met mensen die niet iets van een project of onderneming naast hun werk hebben. Ja, dat is echt best wel erg eigenlijk. Ja, ik merk het zelf ook, dat je steeds meer in die groep komt op een of andere manier. En ik vind dat echt super leuk, want ik merk dat ik er alleen maar meer excited over word om mensen te zien die dezelfde dingen doorgaan en dezelfde struggles hebben. Ja, het geeft je echt motivatie heel erg. Om door te gaan. Ja, te zien hoe zij het opbouwen, vind ik heel leuk. En echt heel tof ook dat je dat met je vriend dan kan delen. Ja, zeker. Jullie zijn lekker samen aan het opbouwen. Normaal, zeg maar, als je dan een relatie hebt, dan heeft één iemand zo'n stabiel inkomen. Ja. En dan kan die ander zo een beetje gaan experimenteren. Dat is niet helemaal gelukt. Nee. Nee, we pakken het lekker houtje-touwtje aan samen. Ja, sterkte. Thanks. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Jullie zijn allebei echt top mensen die echt iets doen vanuit passie en vanuit jullie hart. Ja, dankjewel. Dan komt het wel goed. Daar geloof ik wel in. We gaan ervoor. Ja. Bij jou. Kan je de vraag nog een keer herhalen? Ik weet eerlijk gezegd niet meer waar we exact begonnen waren. De support vanuit je omgeving voor je omgeving. De reacties die je krijgt van buitenaf. Oh, ja. Tot nu toe is het eigenlijk positief en heel liefdevol. We noemen de mensen eigenlijk ook echt onze community. En gewoon liefdevol eigenlijk. En ik had wel één keertje, en dat noem ik, dat zit niet eens in de negatieve of haatreactiehoek, maar ik noem het toch even op. Want het was wel iemand die dan een andere mening had, laat het zo zeggen. Maar zelfs dat liep goed af. Ik bedoel, gewoon eventjes praten erover. En bij ons is het ook echt, zelfs de ondernemers onder elkaar in onze community en mensen die ons kennen en zo. Wij supporten elkaar ook echt. Dus het is echt heel, hoe heet dat nou? Hartverwarmend. Hartverwarmend of zo. En gewoon, iedereen blijft gewoon positief. En dat is, en zelfs in die positiviteit natuurlijk ook, dat je gewoon nog wel kwetsbaar blijft. Soms hebben die, soms heb ik dan die link van, kwetsbaar zijn, dat is niet positief. Maar dat is, dat is natuurlijk niet zo. Want vaak is dat zo, toch? Dat je dan hard wil zijn of zo, of dat je eigenlijk kwetsbaar is, zacht, is soft, is zwak, weet je. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Ik denk ook als je dat gaat zien, dat juist moedig is of krachtig is, en dat je daar anders naar kan kijken, dat ook heel veel voor je kan doen. Ja, ik merk ook echt, als ik me kwetsbaar opstel, ik maak wel eens YouTube-video's, en dan vertel ik wel eens hele persoonlijke dingen of struggles waar ik dan mee zit. Ik ben zo iemand die zegt, sommige mensen hebben een Instagram met alleen maar positieve beelden. Mm. Als je mij opzoekt op internet, vind je alleen maar mijn lows, omdat ik denk, dat is het waard om te delen. Omdat mensen daar iets aan kunnen hebben. En om een beetje evenwicht te bieden. De reacties die je krijgt zijn niet van, waarom zit je nou te janken? De reacties die je krijgt van, oh, wat mooi dat je dit deelt en wat krachtig dat je jezelf kwetsbaar opstelt. Ja, we hebben het nodig ook wel, eigenlijk. Ja. Want als jij jezelf kwetsbaar durft op te stellen, kan jij weer een ander inspireren om ook zichzelf open te stellen. Mm-hmm. Ja, inderdaad. En dat is die kracht. En dat zie je ook weer bij Spiritual Dinner een beetje naar voren komen. Ik moet even teruglinken. Goed gedaan. Nee, maar dat je ook wel dat beeld ervan krijgt. Dat in elk onderdeel die we doen, dat het eigenlijk word je in heel de avond ook gepield, laten we het zo zeggen. Want je komt vaak van een even, of van werk of van weet ik veel iets, kom je. En dan ga je eigenlijk eerst aarde door te mediteren. Dus dan, en ook eigenlijk verbinden weer, want je doet hetzelfde allemaal. En voor iedereen heeft het weer een andere betekenis. En sommigen hebben het nooit gedaan, dat kan ook. En ja, vanuit daar ga je eigenlijk steeds dieper door weer de vragen te stellen en samen te eten. Want dat verbindt ook weer. Dus alles is gelinkt, verbinding, kwetsbaarheid. Komt elke keer terug, zeg maar, de hele avond door. En aan het eind
je begon misschien met een groepje vreemde zaakjes. Inmiddels kennen heel veel mensen elkaar alweer. En aan het eind van de avond kom je gewoon, ja, schoenen uit, weet je. Iedereen samen. Echt, ja. Ja, het is wel heel mooi dat je dan ook die vriendschappen ziet ontstaan daar. Ja, dat vind dat ik heb wel, jij dan gecreëerd. Bijzonder, ja. Dat is, ja, heel super bijzonder. Gaaf. Maar dat, daar krijg ik wel heel veel energie van ook. En ja, soms geloof ik het nog niet hoor. Dan moet ik mezelf even knijpen van, hè, wat? Ben je nou je droom aan het volgen? Wat? Ja. Dat is wel heel gaaf, ja. Hebben jullie ook nog plannen voor de toekomst, voor de Spiritual Dinner Club? Heel veel plannen. Nee, maar ja, we hebben echt zoveel ideeën, dat is gewoon niet normaal. Het lijkt ons leuk om een keer bijvoorbeeld een retrette te doen met z'n allen, gewoon voor een weekendje. Ja. En een soort, het heeft nog even geen naam, dus ik zal stage event zeggen, dus net als dit eigenlijk. Dat we dan eigenlijk een mega spiritual dinner gaan organiseren. En ja, gewoon variëren eigenlijk ook. Ja, je bent nu natuurlijk echt een community aan het bouwen. Hè? Daar kan je ook zoveel doen. We zijn gewoon onze community aan het opbouwen. En we hebben ook hele leuke samenwerkingen staan. Maar ja. Daar kan je nog niks over zeggen. Nee, ik kan niks zeggen, maar sowieso kunnen we nu nog niet zoveel doen. Ja. Kijk, als de lockdown weer opgeheven is, dan hebben we wel een manier gevonden dat je toch coronaproof samen wat kan doen. En we doen het in de vorm van een workshop dan. En met yoga bijvoorbeeld. En geen eten en drinken. Want ja, dat kan dan even niet. Maar weet je, we vinden wel elke keer een manier. Dus. Ik besef me net dat, ik bedoel, jouw onderneming heet natuurlijk Spiritual Dinner Club. Maar misschien is het wel goed om het ook nog even te hebben over wat spiritualiteit dan is in het algemeen. En wat het betekent voor jou en misschien wat dat ook doet in jouw leven, wat voor rol dat speelt. Want spiritualiteit kan, ja, ik denk dat dat voor iedereen echt een hele andere betekenis heeft. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken vanuit Spiritual Dinner Club. Ja, spiritualiteit, dat is, ik denk zelfs voor ons drieën, zeg maar dan. Ik denk dat het zelfs voor ons nog wat verschillend kan betekenen. Ja, het is toch, ik zal het even voor mij dan zeggen, het is toch verder kijken dan, en bijvoorbeeld ik ben ook religieus, dus ik zie dat ook als spiritueel, want je gelooft in iets wat ontastbaar is. Verder zie ik spiritualiteit ook als maar grenzeloos of zo. Dus het is niet, het is ook een soort, het is niet zo zweverig als dat sommige mensen ook denken, bijvoorbeeld bij ons. Het gaat gewoon over het leven. Dus het gaat gewoon over je groeiproces, over naar jezelf kijken, naar binnen kijken. Ja, eigenlijk dat soort dingen. Dus spiritualiteit en religie, er zit wel degelijk een verschil in. Er zit wel een verschil in. Maar omdat natuurlijk religie is vaak wel met leefregels en zo. En spiritualiteit, dat is gewoon, oké, laat ik het zo zeggen. Het geloven in God noem ik dan spiritueel. En misschien dat een religie volgt toch net wat anders is of zo. Maar ja, ik zie het eigenlijk wel als hetzelfde. Dus. Oké. Okay. Ja, dat klinkt. Het lijkt zo erg op elkaar een beetje. Alleen ik zou mezelf wel spiritueel noemen, maar niet per se religieus. Nee. Kijk, het is. Als je religieus bent, kan je jezelf wel spiritueel noemen. Maar als je spiritueel bent, hoef je jezelf niet religieus te noemen. Zo was het. Dus ja. Maar het gaat gewoon verder dan alleen religie natuurlijk. Want ook al had ik geen religie en had ik mijn leven zo geleid, dan zou ik mezelf nog spiritueel noemen. Ja, en hoe uit die spiritualiteit zich dan in jouw leven? Ja, ik denk ook dat je verder nadenkt over wat er in het leven gebeurt. Ja.
En ook gewoon met voelt bepaalde, ja, hoe zeg je dat nou? Voelt, ik geloof ook in dat iedereen een ziel heeft en dat dit alles om je heen energie is. En dat iedereen ook verbonden is, zelfs voorwerpen en zo. En ja, dat geheel eigenlijk, dat vind ik wel spiritualiteit. Ik vind het eigenlijk heel lastig om echt goed te beschrijven, merk ik. Normaal ja, kan is het ook heel goed een antwoord gevoel. Geven, maar... Misschien is het ook echt een soort gevoel wat je hebt. Dan een gevoel. Ja. Gevoelens zijn nogal ja, kijk, lastig te omschrijven. Als ik met bijvoorbeeld de mensen uit de community praat, nou, ik kan wel zeggen iedereen is spiritueel, dan hebben we het vaak over natuurlijk bepaalde boeken die geschreven zijn door hele wijze mensen. Of mediteren, weet je, dat soort dingetjes. Dan ben je al een soort van spiritueel bezig of zo. Ja, ik weet niet hoe je het... Okay. En Laura, als jij dit nou allemaal hoort, denk je dan wat een zweverige onzin. Oh mijn god, ik heb het nu pas door. Oh, wat erg, nee. Nee, joh. Wat heb je door? Wat heb je nu pas door, zei je? Nee, maar dat, oh. Ja, ik weet helemaal niet of dit logisch klinkt voor anderen. Ik denk het wel, maar ik denk dat we daar later over gaan praten. En dat is namelijk nadat we naar de reclame hebben geluisterd en gekeken. En allemaal nieuws tot ons hebben genomen. En dan kunnen wij in de tussentijd even onze glazen bijvullen. Oh ja. En ons voorbereiden op de diepe gesprekken die we na deze break nog gaan hebben. Oké.